Yes! Goedemorgen allemaal. Welkom bij weer een nieuwe video. Welkom bij de comeback. Aflevering 4 alweer. En vandaag ben ik onderweg. Ik heb de fiets ingepakt, achterin gegooid. En ik ben onderweg naar de omloop van Schonderlocht. Het wordt vandaag de allereerste test in een officiële KWU-wedstrijd. Ik stond eigenlijk ingeschreven voor weer een Midden-Nederland competitie bij mij in de buurt. Maar ik zat te kijken naar het aantal inschrijvingen en dat was gewoon... Er was bijna niemand. Er kwam bijna niemand opdagen. Dus dat ging niet door. En toen dacht ik, ja, waar kan ik nou nog gaan fietsen? Of zal ik een duurtraining doen? Nou ja, het regent weer. Het is verschrikkelijk weer. Dus ik had echt geen zin om, om een paar uur in de regen te gaan fietsen. En toen zag ik dat er bij Schonderlocht, ik weet echt niet eens precies waar het in de buurt ligt, ergens achter Tiel, ligt is een wedstrijdje. Dus ik kijk of daar dan misschien wat mensen meedoen. Maar er zijn twee categorieën en in totaal zijn er geloof ik meer dan 200 man aangemeld. Dus in de categorie waar ik start zijn er ook meer dan 100 mensen die aan de start staan. Die zich hebben ingeschreven. Of ze daadwerkelijk opkomen dagen, dat moeten we zo meteen nog maar even zien. Maar goed, dus ik dacht, dan schrijf ik me daarin. En gelukkig kon ik me op het laatste moment nog inschrijven. Dus ja, daar heb ik mooi geluk mee. Ik weet wederom eigenlijk weer niet wat ik eigenlijk helemaal precies moet verwachten. Ik heb een klein beetje gekeken nog naar het parcours gisteren, maar ik had heel weinig tijd. Volgens mij is het een rondje van 4 kilometer, 4 bochten, dwars door de weilanden. Het waait vandaag nog best, dus het is hopen op een goede loting. Dus dat ik vooraan kan starten. En anders is het hopen dat ik erbij kan blijven. En hopen dat ik, als 100 man aan de start staan, als ik dan top 50 kan rijden, dan zit ik aan de goede kant. Dat is een beetje mijn instelling voor vandaag. Jongens, als jullie gaandeweg tijdens deze video misschien denken van hey, dit is nou een toffe video, ik wil dit langer volgen. Gooi allereerst een duimpje omhoog. En wil je het ook nog echt blijven volgen, klik dan op die abonneerbutton. Meer dan de helft van de mensen die naar de video's kijken, die abonneert niet. Dat helpt mij wel enorm. Het is gratis, dus doe het alsjeblieft. Jongens, ik ga lekker fietsen. Yo! Hi, mijn naam is Marten Schuurman. Een jonge vader en fanatieke amateurwielrenner. In 2022 werd er darmkanker bij mij geconstateerd en kreeg ik de nodige behandelingen om mijn lichaam kankervrij te krijgen. Dat is met dank aan de fantastische artsen gelukt. In 2023 wil ik weer terug naar normaal, dat betekent dus ook koersen. Kan ik dit jaar presteren op sportklassenniveau? In deze serie neem ik je mee. Dit is de comeback. Ja jongens, de omloop van Schonderlocht dus. Dus lekker rugnummertje ophalen in de boerenschuur. Ik had rugnummertje 125. Nou, in theorie was ik dus de 125ste inschrijver. In de praktijk denk ik dat er in onze categorie zo een mannetje of 80 aan de start stonden. Misschien 85 of 70, ik kan het niet goed inschatten. Voor de start nog even een fotootje gemaakt dat ik aan het lachen ben. En dan is het echt wel eens even tijd om klaar te gaan voor de start. Ik start in de B-categorie. We hadden twee categorieën, A-categorie, B-categorie. En ik zag dat de meeste sportklasse renners toch wel in de B-categorie starten. Zoals altijd, onder in beeld wattage. Links onder in beeld mijn hartslag. En in de meters de snelheid en mijn cadans. En rechtsbovenin zie je het kaartje van het parcours. Zodat je een beetje kan zien waar ik me bevind. We zijn dus net over start-finish gekomen. En je kan het eigenlijk al zien... Hier aan het opspattende water. Het is echt verschrikkelijk slecht weer. Het regent. De weg is verschrikkelijk nat. En dat heeft ook wel eens invloed op de wedstrijd. Ik heb geprobeerd om zo ver mogelijk vooraan te starten. Het was dus geen loting, zoals ik al zei. Maar ik kwam vrij laat aan. En ik heb even sneaky zo halverwege het peloton ingeparkeerd. En in ieder geval niet, zodat ik in ieder geval niet achteraan hoefde te starten. Ik had al wel door toen ik het rondje had gereden. Ik denk, ja, dit gaat wel elke keer op bepaalde plekken naar een lint. En je ziet ook dat ik gelijk naar voren probeer te rijden. En dat lukt eigenlijk best goed hier. Ik had wel bedacht van als ik nou achteraan zit, ja, dan het is lastig om in te halen. Je ziet dat het een smal weggetje is. En het waaide wel, maar ook weer niet zo gigantisch hard. De wind was hier wind tegen, dus dit was wind tegen. Dus zo meteen, als we zo meteen de bocht naar links gaan, dan kwam er een stuk van rechts wat helemaal open was. En dat was eigenlijk in theorie het zwaarste stuk
Waar alles op een lint zou kunnen komen. En dan had je wind mee. En daar was het eigenlijk ook wel zwaar. Want daar wordt er dan toch wel vaker een waaier getrokken. Nou, mijn strategie was eigenlijk vanaf het begin van de koers proberen om zo ver mogelijk vooraan te rijden. Dus pakken, overal plaatsen pakken, proberen te pakken waar ik kan. Om in ieder geval voorin te gaan en blijven vooruit te bewegen. Maar niet te ver naar voren, ik wilde eigenlijk niet met mijn kop in de wind. Dat ging eigenlijk heel erg goed. Ik heb best goed gereden. Ja, ik weet niet of de mensen die dit kijken of die zelf ook koersen. Maar ik denk als je niet koerst, dan lijkt het op tv altijd heel makkelijk. Hup naar voren, hup, waarom ga je niet harder? Waarom zit je niet vooraan? Waarom rij je niet als eerste een bepaalde kasseistrook op? Ja, dat is gewoon gigantisch moeilijk om in een peloton naar voren te blijven rijden. En ook om, überhaupt al bij de bochten, als je niet als eerste door de bocht gaat, dan betekent dat je erachter zit. Ja, en dat je dus ook gewoon elke keer uit moet accelereren. Die voorste die gaan eigenlijk zonder te remmen door de bocht. Nou, de vijfde die remt al een beetje, maar ja, de vijftigste, ja, die staat eigenlijk praktisch stil. Waar de voorste misschien met 40 door de bocht gaat, gaat de achterste misschien met 20 km per uur door de bocht. Ja, dat betekent gewoon dat je elke keer als je dus in het peloton zit, op de tussenstukken wel mooi uit de wind zit. Hè? Dus je kan prima lekker 100, 120, 130, 140 watt trappen. Maar elke keer als je die bocht uitkomt, moet je weer 700, 800, 900 watt aantikken. In ieder geval in mijn geval, hè, in deze wedstrijd heb ik het dan over. Ja, dat kan dan toch best wel aantikken. En dat gebeurt dan dus ook in mijn geval. We zijn hier 3 kwartier, 50 minuten verder onderweg ongeveer. Dus we hebben heel wat rondjes inmiddels alweer afgelegd. En je ziet dat ik hier niet meer in staat ben om 7, 8, 9, 100, 1000 watt aan te tikken. Ik tik nog maximaal die 600 watt aan. En ik dacht hier eigenlijk dat ik op dit moment gelost was. Maar gelukkig komen er nog mannen over me heen. En ik ben toch nog in staat om daar aan te haken. Maar als we aankomen bij de volgende bocht, kijk ik hier ook achter me. Die man voor me kijk ook achter me. En ik zie eigenlijk dat er nu niemand meer achter me zit. En ik laat het gaatje net iets te groot worden voor die bocht. En ik besef me dat op tijd. Dus ik geef gas. Ik ga volle bak. Nog één keer aanzetten. Ik moet naar dat achterwiel. Het is hier wind mee. Dus hier vooraan rijden zie je 5,46. Ik moet ook naar die 45 km per uur. 44, 43. Kom, nog één keer doorgeven. 370. Vol die 300 watt aantikken. Kom op, misschien valt het daar zo meteen stil. Wie weet. Kom op. Ja. Nou ja, ze worden steeds kleiner en ik geef het toch op. Helaas. Ja, misschien heb ik toch net ook iets te weinig gegeten. Ik had nog een jelletje in mijn achterzak zitten. Maar helaas lukt het me niet om die te eten. Het was gewoon te nat en te koud ook om die te pakken. Ik durfde dat eigenlijk niet. Maar gelukkig reden ongeveer een minuutje achter het peloton reden een klein groepje. En daar haakte ik in aan. En daar kwam ik ook mijn clubgenoot Martin in tegen. Ik fiets hier achter hem. We waren in het begin denk ik met een mannetje van 8. Er wapperden nog wat mensen nog meer uit het peloton. Dus ik denk dat we uiteindelijk met een man of 12, 15 richting de finish gingen. En zo kwamen we inderdaad in de laatste ronde terecht. In de laatste ronde ben ik toch eventjes naast Martin gaan fietsen. Want ik denk, we gaan misschien wel voor een of andere plaats in de achterhoede. Maar laten we toch nog even kijken of we een leuk spelletje kunnen spelen. Ik heb Martin van het veld rijden. En ik weet dat hij vooral echt heel erg hard kan fietsen. En dat heeft hij ook al in dit groepje een paar keer echt heel hard gedaan. Halve ronde op kop doorgetrokken. Dat ik echt dacht, wat ben je aan het doen? Maar goed, het was wel indrukwekkend om te zien. Dus ik zei tegen hem, als jij nou in de laatste ronde op dat stuk wint mee op kop gaat rijden, dan ga ik in je wiel zitten en laat ik het gat vallen. En dan spring ik op iedereens wiel die naar jou toe wil rijden. En dan hopen we dat jij wegblijft. En als jij niet wegblijft, dan is het aan mij om het sprintje te winnen. En zo geschieden. Want hier gaat Martin naar de kop. Het universele tik op de billen, zo van pak mijn wiel. Martin trekt naar de kop en op het moment dat hij op kop komt, laat ik het gat vallen. Dus ik zie hier dat hij gaat. Ik roep naar hem, kom op Martin, go, go, go. Nou, je ziet dat hij alles geeft en hij wordt steeds kleiner en hij fietst bij me weg. En ik hou eigenlijk een beetje de benen stil. Ik trap een beetje zo 100, 120 watt. Nou ja, deze dame die neemt wel over. Die reed bij de A-klasse. Dus ja, die dacht ook van laat me lekker spelen. Ik hoef hier ook niet gigantisch hard te rijden. En laat me zitten. Maar toch iemand anders die denkt, weet je wat. Ik word toch wel een beetje zenuwachtig. Ik wil eigenlijk toch wel een beetje de snelheid erin houden. Zo richting die laatste bocht. Martin is al door die bocht heen. Waar ging hij nou door die bocht heen? Maar ik zie Martin daar. Ik denk, die is toch al best wel een flink gat. Deze jongen die gaat niet hard genoeg. Die gaat er zeker niet naartoe springen.
Dus ik zit hier eigenlijk best wel comfortabel in het wiel. Ik hoef niet te trappen. En ik denk, nou ja, als er nu niemand er naartoe springt, dan wacht ik gewoon even op het sprintje. En dan pak ik zo het sprintje hier vanuit deze man's wiel. Of van iemand wie er dan overheen komt. Maar dan komt deze man. En ik denk, oh crap, nu moet ik echt alles geven. Ik zat even niet op te letten. Op 1000 watt, 900 watt. En ik denk, ik moet nu wel naar zijn wiel. Deze man springt namelijk wel echt snoeihard. Springt hij eigenlijk naar Martin toe. En daar is Martin al. En ik rijd ondertussen ook gewoon 48. Wind komt hier van links, dus ik ga aan de rechterkant langs Martin langs. En ik moet nu naar dat wiel, 400 watt, 300 watt. Ik moet naar dat wiel. Ik moet als eerste nu over die finish komen. Kijk achter me, er zit niemand in ons wiel. Dus ik denk, oké, ik kan daar deze man even in zijn wiel uitrusten. Maar hij denkt ook, ja, wat moet ik nou doen? En hij blijft maar trappen. En ik denk, ja, waar is die finish? Is het nog ver? We rijden ondertussen nog 45 km per uur. Ik moet in het wiel alsnog 300 km trappen. Hij kijkt achter zich en ik denk, nog één keer aanzetten. Ik kan tot 5. Mijn sprint was daadwerkelijk 500 watt. Maar het lukt me. Ik druk mijn wiel hier gewoon als eerste van dit groepje over de streep. Nou, kijk, ergens in mij zit toch wel die killer zit er gewoon in. En die is er vandaag toch nog een beetje uitgekomen. Het was uiteindelijk voor een 29e plek. En dat is natuurlijk niet voorin. Officieel 29e plek. Ik denk dat er ook heel veel mensen zonder een transponder reden. Dus ik denk eerder dat het richting de top 40 was. Maar prima. En zo heb ik toch wel even een positief gevoel overgehouden aan de omloop van Schoon de Locht. Ik vond het echt een superleuk rondje. Ik vond het echt leuk om te rijden. En hopelijk ben ik er volgend jaar weer bij. Alleen dan wel met mooi weer. Jongens, bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken en te subscriben. En dan zie ik jullie de volgende keer. Lekker. Ciao. Tuurlijk. Lekker. Ja. Oh. Moet je wel fucking hard aanzetten om die gaat naar buiten halen. Ik hoorde hem niet komen, ze zijn spinazen. Dat is best wel snelheid. Oh.